Ik ben gepassioneerd door optica en displays en beeldschermen. En ik heb zelf lenzen en ik weet wat het is om slecht te kunnen zien. Dat bepaalt uw levenskwaliteit. Slecht zien is natuurlijk enorm lastig. En soms vraag ik mij af, hoe komt dat nu dat we nog maar hier staan? We gebruiken nog altijd een product dat in wezen de laatste 700 jaar nog niet zoveel veranderd is. Ik ben Jelle. Ik doe onderzoek naar digitale lenzen. En ik hou mij bezig met de vraag, hoe ziet de bril van de toekomst eruit? De bril van de toekomst ziet er wazig uit. Daar kun je alles mee, hè. Ja, die vervangt de computer, die vervangt de GPS. Ja. Misschien een die zich aanpast om het weer en om door het licht en de verkijken en kortbij kijken en zo. Bijvoorbeeld dat je door naar iemand te kijken al direct kunt weten bijvoorbeeld van waar dat die komt of zo. Maar ik denk niet dat ze in de toekomst nog een bril gaan aan hebben, denk ik. Moesten ze nu zo'n bril kunnen maken dat je, om het even waar, dat je door je glas kijkt, exact juist ziet, dat zou optimaal zijn. Dat zou direct zo'n bril komen. Ja? Ja. Ja. Ik denk dat we nu echt wel die stap willen zetten van kom, we gaan eens een bril van de 21ste eeuw maken. Het is tijd. Hoe kan ik nieuwe technologie, beeldschermtechnologie, gaan integreren in lenzen? Dus in uw oog zit er een klein lensje dat zich kan aanpassen in de vorm. Maar eenmaal boven de 45 wordt dat lensje stijver en stijver en lukt dat proces niet meer zo goed. En het gevolg is dat mensen steeds verder en verder hun boek bijvoorbeeld moeten houden. En wat onze bril zal doen is, als u dat wenst, kan er een leesbril in die bril geactiveerd worden. Daar willen wij een nieuw element creëren die veel comfortabeler is in het gebruik. Dit is een van onze prototypes. Die ziet er op zich uit als een gewone bril. Je ziet wel dat er hier nog wat draden aanhangen en ondersteunende elektronica. Als we nu een spanning aanbrengen, dan verschijnt er in het glas een extra lens die gemaakt is om te lezen. Het is de bedoeling dat de mensen inderdaad dus gewoon die bril opzetten en dan gewoon een tap of een swipe. En dan schiet die lens aan en dan kunnen wij lezen. En dat is eigenlijk de basis van het product. Dus een 2-in-1 bril. Hè. In plaats van twee brillen hoef je nu maar één bril mee te nemen. Dus eigenlijk is het heel eenvoudig. Hè. Als je op de bril tikt of een bepaalde handeling doet, dan komt die voor zo'n gewoon tevoorschijn. Dus het zal heel gebruiksvriendelijk zijn. Heel simpel, heel eenvoudig, maar met een heel groot comfort. We zijn alles nu zodanig aan het optimaliseren, die elektronica klein aan het maken, alles aan het wegwerken, zodanig dat op termijn effectief het gewoon zoals een gewone bril eruit ziet. Hè. Dat er eigenlijk niets van te merken valt. 2 jaar geleden heb ik samen met Paul beslist om de spin-off Aiko op te richten om deze technologie te gaan vermarkten. Ik ben puur technology development en Paul is vooral de commerciële eindverantwoordelijk. We voelen elkaar daarin goed aan, denk ik. Het moment is daar, de technologie is klaar. Laat ons dat proberen en ja, wij zijn dan gewoon samengesprongen. We zijn een spin-off van imec. imec heeft ons de kans gegeven om een eigen firma op te richten onder haar hoede en ervoor te zorgen dat wij kunnen groeien. In 1999 ben ik op imec begonnen als wetenschappelijk medewerker. Heb ik een doctoraat gedaan. En mijn conclusie daar was dat imec een enorm potentieel heeft, dat we enorm veel talent hebben hier in Leuven. Maar dat er eigenlijk te weinig ondernemerschap was binnen imec. En ik denk dat imec dat ook
beseft heeft. En vandaar dat ze vandaag heel hard ondernemerschap stimuleren. Ze hebben dan ook een fonds opgericht, een expandfonds. Ja, dan heb ik besloten om zelf een onderneming op te starten. Spin-offs zijn voor IMEC uiteraard belangrijk. Het was de opdracht van IMEC om nieuwe spin-offs te gaan oprichten. Dat was onderdeel van het contract dat IMEC met de overheid sloot. Dus IMEC kreeg jaarlijks een dotatie, maar een van de voorwaarden was dat er spin-offs werden gecreëerd. Jonge mensen die iets ontdekken, die moeten we steunen. We moeten hen in staat stellen om te beginnen met een paar medewerkers, met een kleine vennootschap, met een KMO. De ideologie van Roger van Overstraten, dat is ontstaan in zijn tijd. Van Overstraten kan het, de anderen moeten dat ook kunnen. Start-ups zijn belangrijk omdat die jobs creëren in nieuwe domeinen. En wat we geleerd hebben is dat niet voldoende KMO's in Vlaanderen doorgroeien naar grotere bedrijven. En ik denk dat daarvoor ook het netwerk van IMEC belangrijk is. Want een Vlaamse start-up moet wereldwijd kunnen opereren. Toch met die high-tech dingen waarmee we bezig zijn. En IMEC kan daarin helpen. Maar ja, dat is werk dat niet heel eenvoudig is. Hè. We moeten dan goede wetenschappers hebben die een goed idee hebben. Maar die mensen moeten dan ook manager zijn. IMEC in mijn tijd had meer dan 600 externe firma's waarmee ze samenwerken, die hen allemaal heel goed kenden. Dus als wij nu telefoon opnemen en zeggen, ja, wij zijn ex-IMEC, dan oké, dat opent direct deuren. Dus dat is heel eenvoudig. IMEC is essentieel voor ons, in de zin, zij zijn een aandeelhouder. Zij hebben in ons geïnvesteerd, maar eigenlijk nog belangrijker is, zij helpen ons bij het ontwikkelen van ons product. We werken samen met de mensen van IMEC hier in het Gentse, waar wij ook de cleanroom delen. Dat is absoluut een win-win. We hebben als spin-off niet de mogelijkheid om een eigen labo op te zetten. Dus wij gebruiken de labo's, wij gebruiken een deel know-how. Naast IMEC hebben we natuurlijk nog andere partijen die ons helpen. Eén daarvan is ook gelegen in Vlaams-Brabant, dat is Tokai. En zij zijn een lensfabrikant. Zij helpen ons met de integratie van onze technologie in het gewone brilglas. En het is fijn dat je eigenlijk binnen die omgeving van 20 kilometer eigenlijk twee partners hebt die zo strategisch kunnen meehelpen bij het uitbouwen van ons product. Zij hebben de know-how en wij toetsen hun kennis eigenlijk bij op het gebied van de productie van het glas eigenlijk. Ja, dus daarom dat het partnership eigenlijk enorm belangrijk is. Het is sowieso de bedoeling dat een deel van de productie van de lens hier gebeurt. We willen volgend jaar een eerste product lanceren om te zien hoe mensen het product ervaren en hoe we het kunnen verbeteren. Ons plan is heel ambitieus. Tegen 2020 willen we ongeveer 10.000, 15.000 mensen bereikt hebben en comfortabeler zicht geven. Ik zie op lange termijn wel degelijk dat onze bril de standaard wordt voor iedereen. Je moet ambitie hebben in het leven. Dus ik denk dat ook kan. Ik had nooit gedacht dat we de wereld gingen veroveren met een Vlaams team. Dat is heel uitzonderlijk. Ik denk dat we op bepaalde vlakken zeker beter doen dan potentiële concurrenten. En gewoon blijven werken om beter te doen. Ik denk dat Paul en Jelle vooral moeten blijven doen en blijven geloven. België is een van de landen die ook op de Noordpool zit. Dat hebben we niet gedaan met onder onze kerktoren te blijven zitten. En ik denk dat Paul en Jelle dat ook wel bewezen hebben. En zeggen van, ik heb een supergoed idee. Het enige probleem is, ik heb geen centen. En dat is iets wat mij enorm gecharmeerd heeft. Ik denk dat de mentaliteit om te zeggen van, je gaat ervoor en je gaat niet verliezen, is heel belangrijk. Je moet de stap durven zetten. Dat is het enige dat ik kan zeggen. Je moet de stap durven zetten. En ik heb een doctoraat gedaan, maar ik heb denk ik nog het meest geleerd in de laatste 2 jaar door die onderneming op te starten. Maar het is natuurlijk wel een heel goede bagage. Die kennis die je kan opdoen in een omgeving zoals IMEC.
Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. We hebben dus wel een aantal spin-offs opgericht. Sommige daarvan zijn succesvol geworden, andere niet. Ja. Van de start-ups gaat 1/3 failliet na 1 of 2 jaar. 1/3 komt net met de lippen boven water. En het laatste 1/3 kent een groot succes, groeit, verovert markten in Europa en in de wereld. En dan is er de natte droom van de jonge researcher. Over 20 jaar leid ik wellicht een bedrijf. En ja, dan word ik belangrijk, machtig. Je krijgt heel veel vragen van je omgeving. Gaat dat wel lukken? Je bent aan het dromen, blijf met je voeten op de grond, ga toch in het veilige imec werken. Maar eerlijk gezegd, ja, de mens heeft niks te verliezen, hè? We will never quit and we will never fail. En als we na 3 jaar niet meer bestaan, Tompie, dan is het zo. In onze geesten, het bestaat niet. We gaan gewoon succesvol zijn. Thank you.